over de hele wereld liggen en mensen wakker van zijn boeken zo, uh, zo eng uh, zijn ze. Hij brak internationaal door met het boek Hex nadat Stephen King er lovend over twitterde. En vandaag is hij hier. Van harte welkom Thomas Oelehuis. Uh, ja, leuk dat je er bent. Je hebt niet uh, één maar twee nieuwe boeken geschreven, Komen we zo over te spreken. Echo en Dolores ik moet even kijken hoor. Dolly Poppeda. Dolores Dolly Poppeda. Ja, hoe ja. verzin je het? <laughs> we hebben er wel even op moeten hè? Ja. Heel Lief. Is het niet? Ja, het is alles behalve ja. 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 We hebben er even op moeten wachten. Waaraan lag dat. Klopt, ja, nee. Ik heb uh, 3,5 jaar voor het nieuwe boek gedaan over Echo. Uh, omdat Heks inderdaad zo is opgestegen, wat je zei. Ik ben op uh, tournee geweest in al die landen waar het is verschenen. Wat natuurlijk heel erg gaaf is. Maar tegelijkertijd ook de druk als, als zo'n boek zo opstijgt en zo wordt gelauwd door iedereen. Dan is het best wel lastig om, tenminste, dat vond ik om, om dan een nieuwe weg te vinden om. Ja, toch ook gewoon weer tijd besteden aan je nieuwe boek. En dat ook weer beter te maken dan het vorige. Ja, want jouw drang naar succes, naar internationaal succes, is best groot, hè? Ja, ik had het al als elfjarig jongetje. Toen um, stond ik in Nijmegen voor de boek, vooral voor al die pocket van Stephen King. En toen, toen heb ik mezelf voorgenomen, dat wil ik later ook wereldwijd met mijn boek overal. En um, ja, dat dat dan lukt is heel erg gaaf. Maar tegelijkertijd bevriest het me ook een beetje zo van, of tenminste, dat heeft het wel een tijd gedaan, omdat. Ja, hoe ga je met, met zo'n succes om dan? Daar dat, 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 dat bereid je je op voor. Ja, nu zijn er dus twee uh, nieuwe boeken. Dit, ja. uh, dit prachtige boekje krijgen mensen gratis, hè? Ja, het geschenkboekje is... voor de spannende boekenweken. De spannende net. boekenweken. Ja. Dat betekent ook dat mensen jouw boekje te lezen krijgen die jouw genre helemaal niet kennen. Ja, dat klopt. Ja, nee, nee ik was ook verrast dat uh, het zeepje me Daarvoor vroeg. normaal gesproken, uh, ja, de standaard trillerschrijvers in Nederland, dat zijn meer de baantje verhalen. meer de uh, uh, misdaad- en politieonderzoekverhalen. Die mensen komen niet meer bij, hoor. Nee, ja, nee, dit is een heel ander soort verhaal, weet je, echt een soort soort liefdesbrief van Edgar Allan Poe en rol. Down, dat soort uh, van die klassieke gothic verhalen, weet je wel? Daar hou ik wel van, ja. Het is wat duizender, wat griezeliger het is dan, hartstikke uh... duister. Ja, ja. <laughs> ja. dan hebben we ook nog dit prachtige boek. Echo, Echo ja. Uh, heb je de hoge verwachtingen waar kunnen maken? Nou ja, weet je. Van uh, ik was daar heel erg nerveus over een tijd lang. Ik heb de daarom ook zo lang aan gewerkt. Maar toen ik het zelf voor het eerst las, nadat ik echt in een soort, soort uh, sneltreinvaart de laatste 350 bladzijden heb geschreven. Uh, was ik eigenlijk heel erg blij ermee. Uh, het, het was een spannend moment voor mezelf om het terug te lezen. Maar nee, ik, ik denk dat het is een veel gelaagder verhaal is dan Hex. Hex is vooral gewoon een heel erg eng, spannend verhaal. En dat is het. Dit is gewoon stilistisch veel interessant. Het is naast dat het een spannend boek is, is, het ook een liefdesroman. Het is ook een verhaal over obsessie, over, over de kracht van de natuur. Er zit veel meer in dan alleen. Uh, een giezelverhaal. Heeft Stephen King er al over getwitterd? Hij is nog niet vertaald. Hij is nog dat, niet vertaald. Uh, dat, uh, hij is op dit moment in vertaling. Dus zij uh, zal nog heel even moeten wachten. <laughs> nou, nou gaat dit boek he, uh, over iemand die bezeten is van een berg. En het is ja. ook een, een liefdesverhaal. Ja, ja. Tussen, tussen twee mannen. Ja, Zegt klopt. het iets over jouw persoonlijke leven? Ja, ik ben zelf ook bergbeklimmer. Uh, ik, uh, van, ik heb al heel lang over de berg willen schrijven. Als je als berg, als, 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 als mens tegenover een berg staat, voel je je zo klein en zo. Uh, Nederig, hè? Ja, precies. Ja. En, en dat lijkt er bijna een soort bezieling in een berg te zitten. En dan vond ik mooi om iets mee te doen. Van, het, het is eigenlijk de exorcist, maar dan met de natuur in plaats van met religie erin. Je hebt ook een vriend? Ja, klopt. Ja. Zijn jullie een beetje, beetje symbool voor dit boek, of niet? Nou, nou vind ik zelf niet. Ze uh, zijn toch wel heel anders dan deze twee in, in dit boek. Hij leest mijn boek ook niet, hij houdt niet van. Nee, dat van, vindt uh, hij eng, hè? Dat ik uh, ja, ergens. Ja. ja, hij houdt er niet van mee. Nee. Nee. Nee, ja, nee, dat kan, dat is prima. Maar... Hij is er gewoon nooit aan begonnen, Nee het nee. is wel fijn, krijg je geen kritiek. <laughs> ja, toch? Ja, precies toch? <laughs> hij moet ja. geloven dat het fantastisch is. En wij vinden het serieus eng? Nou ja, weet je, van uh, wij werken heel erg samen. Uh, hij doet, doet heel veel uh, in. in uh, weet je, het is heel raar omdat het zo is opgestegen. Vroeger deed ik alles altijd zelf, maar dat kan gewoon niet meer. Uh, dus wij werken nu samen. En, en, uh, maar de inhoud, nee, dat dat niet. Dat, nee. Hij moet het wel promoten? <laughs> uh, nou ja, ja, dat doet de business affairs, <laughs> zeg maar. Ja. Dat, uh, ja. 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 En dat gaat best lekker. Hè? Ja, dat gaat goed. Ja Het zijn 30 landen inmiddels. Hè. En uh, ja. Het, uh... ja, jij wil graag dat internationale succes, daar moet alles uh, voor wijken, lijkt wel. Uh, heb je erover getwijfeld om over uh, liefde tussen twee mannen te schrijven? Jawel, uh, ik heb het ook gevraagd aan mijn Amerikaanse uitgever. eigenlijk een, ik heb het een mijn vraag, uitgever. maar goed. Nou ja, van, in de commerciële fictie gebeurt het nooit. Stephen King doet het nooit, Dan Brown doet het nooit, James Patterson doet het nooit, weet je wel, gewoon. Uh, of het moet echt over gay issues gaan, en daar gaat het boek niet over. Het is gewoon een. Een hoortriller waar toevallig die liefde een rol in speelt. Um, en dat gebeurt bijna. Dus ik heb nee. er niet over getwijfeld. En ook aan een Amerikaanse uitgever uh, gevraagd. Maar zij zeiden: nee, ja, het publiek wacht daar echt op. En dat merk ik nu ook in Nederland altijd. Het zijn alleen maar zo'n enthousiaste reacties. Ja, ah, jongens, het erop. is 2019. Ja, precies. He, zo is het. Ja. Heksen wordt verfilmd. Ja, tv-serie in, ja. de, in de Verenigde Staten. Jij bent niet ja. zomaar met dat mensen in zee gegaan, ook de makers achter It. Ja, ja dat is wel vet, toch? Ja, dat is supervet. Ja. Hoe, in hoeverre ben jij daarbij betrokken? Hè? Ik uh, ben als consultant bij het project betrokken, dus ik uh, lees mee met de scenario's en ik mag mee, mee beslissen over bepaalde dingen. En ik krijg een klein cameo-rolletje, dus net als Alfred Hitchcock, <laughs> weet je wel, mag ik ja. even door het beeld lopen of sterven ja. in mijn eigen boek, weet je wel. Of oh, dat lijkt me fantastisch. Ja, toch? Ja, ja. ja. Nou, ja dat gaat, uh, gaat volgend jaar gebeuren. Volgend jaar? Ja. 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 En nu ben je alweer bezig aan een nieuw boek? Ik ben op dit moment nog uh, echt in, in promotiemodus. Van, uh, ik ga nou het hele land door en allerlei boekhandels om uh, echo te signeren. En natuurlijk voor de, de, de spannende boekweegenscentje. Uh, morgen ook in Nijmegen, volgende week zondag in Arnhem. Dus uh, staat, weer, staat hier uh, een nieuwe Stephen King? Nou ja, dat mogen andere oordelen. Ik, 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 blij, ik schrijf gewoon mijn eigen verhalen. En uh, zelf hou ik eigenlijk niet zo van de vergelijking van Um, Iedere auto heeft zijn eigen stem, denk ik. En, uh, wat andere, er zijn euh, mensen waar je best vergelijkbaar mee wil worden hoor. En daar is hij er toch wel één van. Ja, dat hij het zelf erover tweeten, dat, dat, dat vind ik vooral heel erg gaaf. Ja, absoluut. Heel veel succes. Ik <laughs> kom nog eens terug. Dankjewel. Ga ik doen. Jij bedankt. Geef een applaus.